allemaal, welkom bij weer een nieuw You Can Make It filmpje. In dit filmpje wil ik met jullie langs mijn basisproducten gaan. En om even een soort duidelijkheid, basisproducten zijn voor mij stamping-up producten of een product van een ander merk. Wat ik eigenlijk altijd gebruik als ik aan het knutselen ben. Dat leg ik meestal dan ook ergens om mijn werkplek heen, zodat ik er makkelijk bij kom. En die producten wil ik vandaag met jullie delen. Ik heb alles naast me hier op mijn stoel staan, dus ik hoop dat dat goed gaat. Ik heb wat ruimte gemaakt dat ik het ook allemaal kwijt kan, maar we zullen zien. En dan wil ik met jullie eerst langs de producten die hier in deze etui zitten. Dit is een etui die we van Stamping Up hebben gehad met een onstage evenement. Dat is een evenement voor Stamping Up demonstratrices. Echt heel gaaf. En hier heb ik eigenlijk al heel veel van mijn producten in zitten die ik heel veel gebruik. Er zitten ook producten in die gebruik ik niet meer zo heel veel, omdat er een ander product is dat er de plaats voor heeft ingenomen. Maar ik ga eerst dit even met jullie langs. Om te beginnen de boomfolder. Deze gebruik je voornamelijk voor het... Als je je kaart reelt door de helft, dan vouw je die natuurlijk dubbel en dan met deze ga je er zo overheen en een mooie vouw hebt. Dus daar gebruik ik die voor. En natuurlijk ook, je kunt hier wel zien, ik heb per ongeluk de verkeerde gebruikt. Meestal hebben we daar de oude voor, maar ik heb per ongeluk mijn eigen nieuwe gebruikt. Maar dat gebruik ik ook om mijn inkpads te vullen. Daar zal ook nog een keer een filmpje over komen. Maar daar gebruik ik dus ook mijn boomfolder voor. Dan heb ik de Take Your Pick tool. Ik heb de andere kant eraf gehaald. Die wiebelt bij mij altijd een beetje makkelijk los. En die gebruik ik ook niet zoveel. Ik heb hier dan de andere delen in zitten. De kant die ik er altijd op heb zitten is de punt. Er zit ook een beschermhoesje bij. Even kijken. Zo. Die gebruik ik dan om gewoon mijn dimensionals op te pakken, maar ook andere dingen. En er zit ook een spateltje bij. Die heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt. En dan aan deze kant. Ik hou mijn hand er een beetje bij, dan stelt hij makkelijker scherp. Dan wordt hij heel wazig. Maar dan kan je ook deze opplakken. Deze is nu niet gebruikt, deze wel. Even de deksel eraf halen. Hier kun je sequins... Als die eraf wil. Ja. Hier kun je sequins mee oppakken. En dan met de andere kant kun je ze makkelijk neerleggen. En er zit ook een railpen bij met een grote en een kleine kant. Dus deze gebruik ik eigenlijk heel veel. Ik heb hier ook de losse versie nog liggen. Dus een gewone railpen en een gewone prikpen. Die gebruik ik daar eigenlijk niet zo heel veel meer. Dan gebruik ik nu heel veel die Take Your Pick tool. Dus die heb ik al daar zitten. Dan de papersnips. Ik had er een leuk lintje aan, maar die was kapot gegaan. Dit is de schaar van Stamping Up. Er zit altijd een beschermhoes om. Ja, ik vind zelf een hele fijne schaar. Echt ontzettend scherp. Maar is bij mij een beetje vies van de lijm. Ik kan pas mijn lijm gebruiken omdat mijn lijmschaartje een beetje bot wordt. En die gebruik ik dus ook echt heel veel met uitknippen. Ook van bijvoorbeeld kleine de bloemetjes bijvoorbeeld van de Bird Ballet, dat soort dingen. Dan hebben we hier dus de prikpen en de railpen. Maar die gebruik ik nu dus niet zo heel veel meer. Dus die, ja, ik kan niet echt zeggen dat die nog in mijn basisproducten vallen. En dan heb ik hier een kleine liniaal. En ik heb nog een grote. Deze gebruik ik ook als ik bijvoorbeeld met mijn X-Acto mesje wat wil uitsnijden. En deze ook gewoon voor wat kleine dingetjes opmeten. Het is altijd wat makkelijker om ook een kleine te hebben. Dus zo. Even ik maar weg. Dan heb ik hier wat lijmproducten in zitten. Het is een beetje een rommeltje omdat ik deze geknipt had. Maar verder valt mee. Dan heb ik hier een pakje mini dimensionals. Dit is mijn aangebroken pakje. Zit er nu nog twee vellen in, zo te zien. Ik heb eigenlijk altijd een nieuw pakje erin zitten. En dan kan ik ze er gewoon uithalen. En dit is mijn aangebroken vel. Ik gebruikte hiervoor, voordat de minis verkocht werden, gebruikte ik altijd de gewone. Maar die knipte ik eigenlijk altijd door de helft. Meer omdat ik het dan zonde vind om zo'n hele grote op te plakken. Maar zoals wel goed te zien is, zo hoop ik. Scherp als dat, kijk. Ze zijn best wel kleintjes, dus deze plak ik altijd gewoon in zijn geheel op. En daarom gebruik ik eigenlijk al deze, omdat het toch weer een soort van tijd scheelt. Dus, daar heb ik eigenlijk altijd een pakje van in zitten. Dan een rolletje teer en tape. Dat is ook een aangebroken rolletje, maar voor mij is het redelijk nieuw zo te zien. En dit is gewoon dubbelzijdig tape met een dun velletje erop.
Dat zit er altijd hier zo in. En dan heb ik een Tim Holtz schaartje. Deze is nooit aan vervanging toe, want hij begint echt nou helemaal onder de plak te zitten. Maar dit is eigenlijk gewoon mijn lijmschaartje. Hier knip ik dimensionals mee door als nodig is. En bijvoorbeeld de teren tape, dat soort dingen. Dat knip ik allemaal met dat schaartje. Zo blijft mijn gewone schaartje redelijk schoon. Dus dat is dit tasje. En daar zit er normaal gesproken, ik had er nou geen ruimte voor. En ik had ook een nieuwe nodig. Maar heb ik daar ook altijd nog mini glue dots in zitten. Ik zit altijd in dit doosje. Ik heb ze er nou ook ingelaten. Omdat ze niet meer in pasten. Normaal heb ik het er altijd gewoon zo in liggen. Dit zijn dan gewoon die kleine glue dots. Die gebruik ik ook best wel veel. Zeker als ik gewoon iets, een klein beetje hoogte wil in mijn project. Maar de mensen dan weer iets te hoog vind. Even kijken, dan hebben we dit gehad. Dan hebben we nog Tombow. Die gebruik ik ook echt heel veel. Dit is een nieuwe. Moet ik eigenlijk even openmaken. Zo. Deze gebruik ik eigenlijk bij elke kaart. Ook al is het maar om een klein beetje op mijn dimensionals te doen. Dat ik even kan schuiven. Maar hij droogt echt doorzichtig op. Er zit ook deze. Ja, deze kant gebruik ik altijd. En er zit ook zo'n plattere kant aan. Ik kan grote oppervlakte heel dun opdoen. Dus die gebruik ik ook heel veel. Dan is dat alle lijm die we nu gehad hebben. En dan heb ik nu de schoonmaak. Om je stempel schoon te maken. Hier komt ook nog een keer een apart filmpje van. Maar ik wil ze nu ook even laten zien. Omdat het toch voor mij een basisproduct is. En ik heb hier de Stampin' Scrub. Deze is van mama. Maar ik gebruik deze ook altijd. En even kijken. Want ik had ook het schoonmaakspul mee. Dat is de Stampin' Mist. En deze. Dus deze is iets duurder dan die ik zo meteen ga laten zien. Maar deze is, ja, hij is van stevige kwaliteit en hij gaat echt heel lang mee. We hebben er nog geen één weg hoeven gooien. Maar dit is dus, aan deze kant doe je de mist. Dat is de natte kant, kun je hier zien aan de druppeltjes. En is dit de droge kant, dan maak je je stempel dan vervolgens op droog. En wat je doet, je spreekt dit gewoon een beetje hierop en dan is die weer nat. Dus dat is de Stampin' Scrub. En dan hebben we nog de Chamois. Deze is wat goedkoper. Uit mijn hoofd gezegd 9 euro. Anders 11 zoiets. Maar deze is best wel goedkoop. Die van mij is echt heel erg vies. En ook echt aan vervanging toe. Maar ik wilde nog even wachten met die vervanger totdat ik het filmpje gemaakt had. Omdat ik deze nog schoon heb. En dit is dus hoe je hem krijgt. Als je hem bestelt. Helemaal schoon. Mooi paars. En zo wordt hij als je hem gebruikt. En hij is nou best wel stevig. Hier is hij een beetje zacht. Maar ik heb hem vannacht laten drogen. Het kan absoluut geen kwaad. Mocht je nog nooit gebruik hebben gemaakt van zo'n chamois. Dit kan geen kwaad dat hij zo vies is. Hij maakt nog steeds even goed schoon. Alleen moet je hem af en toe even goed uitspoelen. Met gewoon wat warm water of koud water. Wat je prettig vindt. Maar hij maakt nog steeds heel goed schoon. Maar mooi is hij niet meer, zullen we maar zeggen. Dus dat is de chamois. Dan heb ik nog wat clearblocks. Dit zijn de clearblocks die ik heb hiervoor altijd die van mama gebruikt. Ik heb ze nu zelf ook aangeschaft. Ik heb er 4. Dit zijn de maten die ik bij mama ook altijd gebruikte. Dat zijn, even kijken, ik heb het ergens staan. De E, dat is een grote. Die gebruik ik best wel vaak. De D. En dan hebben we hier C als het goed is. Ja. En dan nog een kleintje. En dat is A. Dit zijn de maten die ik echt heel veel gebruik. En meestal deze gebruik ik niet per se voor een grote stempel. Soms wel, maar meestal niet. En dan als ik hier wat opgeplakt heb en ik heb geen zin om ze gelijk schoon te maken, dan plak ik ze even hierop. En dan kan ik dat zo aan de kant leggen. En dit zijn dus de maten die ik het meest gebruik. En zo, ja, ik vond het niet nodig om ze allemaal te bestellen. Want ja, als je deze maten hebt, dan heb je toch wel eigenlijk alles. Of je moet echt van die hele grote achtergrondstempels hebben. En je vindt het fijn om die ook op een blok. Dan heb je een nog groter blok. En die is echt wel heel groot. Maar ja, ik doe dat eigenlijk altijd op een andere manier. Daar zal ik ook nog een keer een filmpje over maken.
Dus ik gebruik dat hele grote blok eigenlijk nooit. Dus vandaar. Dan heb ik nog mijn snijapparaten. Ik heb één klein hakketje. Is niet zo heel groot. Er past zowel zijwaarts zo een A4 in. Dus een X-cut snijapparaat. Hij is een beetje vies, die moet ik nog schoonmaken. Maar dat is van de... hoe heet dat? De pigment sprinkles was ik mee bezig. En toen zat dit er helemaal onder. Maar die gebruik ik dus echt heel veel. Ook gewoon om wat kleinere dingetjes te snijden. Het is toch fijn om een klein hakketje te hebben. Dus die gebruik ik best wel veel. En natuurlijk mijn Stampin' Up trimmer. Deze is helaas niet meer te bestellen. Maar ja, ik gebruik hem nog steeds. Totdat Stampin' Up waarschijnlijk weer een nieuw snijapparaat uitbrengt. En dan ga ik die natuurlijk gebruiken. Maar tot, ja, voor nu gebruik ik deze nog. En die zullen jullie dus waarschijnlijk, als ik nog filmpjes met kaarten, die wil ik ook binnenkort gaan maken. Dan zullen jullie deze ook zeker langs zien komen en dan weten jullie dat ook. Dus voorlopig gebruik ik hem nog, maar hij is helaas dus niet te bestellen. Dan weten jullie dat. En dat geldt ook voor de volgende. En dat is de Big Shot. Van Stampin' Up. En deze... Oh. Deze gebruik ik ook nog steeds. Hij is hier een beetje kapot, maar is van wel. En daar gebruik ik eigenlijk altijd deze platen op. Een platform, dan de Precision of de Tin Dye Adapter. En dan twee clear platen. Ja, deze gebruik ik ook nog steeds. En dat zal ik ook blijven gebruiken totdat Stampin' Up met een nieuwe komt. En dan hoop ik ook die aan te kunnen schaffen. Maar ja. Dit werkt nog prima en dat gaat ook nog, mocht je deze zelf nog hebben staan en je wilt een nieuwe stans aanschaffen, dan zul je zien dat dat niet meer per se bedoeld is voor de Big Shot, maar voor een apparaat waar Stampin' Up mee bezig is, maar die kun je nog steeds met een Big Shot gebruiken. Pas er gewoon doorheen, misschien dat je er een extra velletje kaartstuk of zo bij moet doen, zodat het beter past. En die gebruik ik dus ook nog steeds. En dan denk ik dat we er zijn, als ik het zo zie. Ja, voor mij wel. Nou, dat zijn dus mijn basisproducten. Dat zijn de producten die ik het meest gebruik. Mocht je nog vragen hebben over deze basisproducten of wil je ze bestellen, dan kun je natuurlijk altijd een mailtje sturen. Ik zal hier mijn mailadres neerzetten. En dan denk ik dat dat het zo was voor dit filmpje. Dan zie ik jullie graag weer in het volgende You Can Make It filmpje. En mocht je dit filmpje leuk hebben gevonden, geef dan vooral een duimpje omhoog en vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie graag in het volgende filmpje.